maar in de gaten, dat doe ik altijd. Raymond Kreder volgt vandaag de eerste Nederlandse titel voor Roompot. Dat zou heel mooi zijn. Als we ervoor konden tekenen, hadden we dat zeker wel gedaan. Maar het is gewoon een hele aparte koers en er kan van alles gebeuren. Maar uiteindelijk, als een Roompot-renner goed rijdt en kan winnen, dan zullen we dat zeker niet laten. Ben jij voor Roompot de vooruitgeschoven pion vandaag? Ja, we hebben gewoon verschillende scenario's. Van mocht er een groep wegrijden of mocht het een sprint worden, dan heb je verschillende mensen daarvoor. Maar als het echt een sprint wordt, dan gaan we alles proberen erop te zetten om dat een goede uitslag voor mij neer te zetten. Brouwersdam, vlakbij Zeeland. Jullie zijn de grootste ploeg. Brengt dat nog druk met zich mee? Dat jullie misschien de koers moeten dragen? Ja, natuurlijk wel. Maar we zijn met 17 man aan de start. Dus als er een paar man mee vooruit is, dan hoeven wij niet de koers meer te gaan maken zoals vorig jaar. En dan zitten we in een goede positie. Maar ja, dat is gewoon nog even afwachten. Wat voor jongens van jullie ploeg moeten ervoor zorgen dat jullie niet in die situatie van vorig seizoen komen? Eigenlijk bijna iedereen. Het is gewoon een zaak van wie er mee zit, maakt uiteindelijk niet uit. Als we maar wel met een overtal situatie komen te zitten. Niet dat er maar één man mee zit op 10 man, dan is het niet goed voor ons. Wat is voor jou een realistisch doel voor vandaag? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb Ronde van Zwitserland gereden, daar ben ik goed uitgekomen. Ik hoop gewoon op een goede uitslag. Het maakt niet uit wat de uitslag. Natuurlijk wil je winnen, maar er zijn nog meer mannen die dat kunnen. Dus een goede eindschot bij de finish. En ik heb er alles uitgehaald, dan ben ik wel tevreden.